De pauwpraat die je nu aan het luisteren, kijken of ik weet niet wat je aan het doen bent, maar die je nu consumeert. Deze heeft echt een lead time gehad, daar word je helemaal misselijk van. Ik denk dat we 4 uur verder zijn, bijna wel, zoiets. Maar daar gaan we, een verse pauwpraat, hier met Dennis Monster Wonderspons, Wouter Brugge en ik ben Martin Verschoor. En voordat we helemaal losgaan met de beste films en series van het afgelopen jaar, eerst de bumper. Wow, die was mooi. Die was mooi. Ja, hè? Ja. Goed, en ja, in deze pauw praat natuurlijk Dennis Mons Wondersponsor, Wouter Brugge. En als dit gezelschap bij elkaar is, dan gaat het vaak over films en video's. Films en series. Dat is ook precies wat we vandaag gaan doen. Maar Wouter heeft ook onlangs een game gereviewd en hij zei de woorden, misschien is dit wel de GOTY. Ja man, ik ben echt zo fan van deze game. Ik vind hem zo netjes afgewerkt. We hebben het natuurlijk over... Oké, die titel moet ik echt elke keer weer een soort van 3 seconden bij nadenken voordat ik die in mijn hoofd heb. Immortals Fenyx Rising. Eigenlijk is dat het slechtste onderdeel van die game, vind ik, de titel. Ik vond die oude titel, Gods and Monsters, vond ik eigenlijk nog beter dan Immortals blablabla. Maar voor de rest, het enige nadeel vind ik ook het verhaal, wat ik niet helemaal voel. Het is een beetje een soort van comedy. Het is allemaal, iedereen heeft Griekse accenten, want het speelt zich af in een soort van Grieks mythologische wereld. Met al die goden van dien, je weet wel, Ares, Aphrodite, Zeus, Prometheus, al die lui. En het is echt een hele fucking mooie wereld. Ik vind het super mooi geanimeerd. De kleuren zijn lekker vol en knisperend. Er zijn echt hele mooie vijanden, mythische wezens die je moet verslaan. En de combat is awesome. De traversal, zeg maar, het rondvliegen, het rondlopen, het rondrijden op je mounts en dat soort dingen, werkt extreem goed. Traversal, ik moest dat woord opzoeken. Ik las jouw review en ik zag dat woord staan en ik wist niet wat het was. Nee, ja, ik vind het echt een soort van ideaal woord. Er is ook geen Nederlandse vertaling voor, anders had ik wel iets gesynoniemd gevonden. Maar het betekent gewoon het voortbewegen in het wereld, is traversal, zeg maar. En dat is dan op verschillende manieren, want je kunt dus vliegen met je vleugels, je kan rondrijden en je kan ook rennen, je kan zwemmen, je kan klimmen. En het werkt allemaal heel erg zo als in Breath of the Wild. Hebben jullie die gespeeld? Ja, natuurlijk. Ja. Sowieso. Ja, dat wil ik zeggen. Maar vonden jullie dat ook dan een van de allerbeste games ever? Nou, niet ever, maar ik heb er wel van genoten. Het is een hele mooie open wereld en het nodigt ontzettend uit om dingen te ontdekken. En niet alle games hebben dat. Ja, en dat er dus eigenlijk heeft Immortals dat eigenlijk gewoon best wel heel erg goed gejat. Het is ook een heel erg uitnodigende wereld om te ontdekken. Het heeft dezelfde soort puzzels die heel erg op physics zijn gebaseerd. En de meningen zijn erover verdeeld, heb ik gemerkt. Maar ik vond echt op sommige momenten die puzzels in Immortals beter dan in Zelda nog. Het is echt zo van dat je begint en dat je rond zit te kijken van wat de fuck moet ik hier nou weer doen? En dan ben je even aan het rondspeuren en dan ontdek je een muurtje die kapot kan en denk je, hey, wait a minute. Of je denkt, en elke keer is er weer een soort van nieuw element wat er toegevoegd aan die puzzels. En je hebt ook van die soort van, in Zelda heten ze dan shrines en hier heten ze vaults. Zeg maar van die kleine puzzelruimtes waar je dan best wel echt super intrigerende en uitgebreide puzzels in hebt. En je moet op doelen schieten of je moet grote stenen ballen rondrollen. En elke keer was ik weer verrast door die game. Het kan wel eens een soort van... Nou, ik denk niet dat het mijn GOTY wordt, want ik denk dat Cyberpunk ook echt een goede kans maakte op. En Miles Morales is natuurlijk uitgekomen. Valhalla ook geen klein spelletje natuurlijk. Ja, maar dat is niet snel. The Last First Part 2. Ja, nee, Goed, laat ik die even niet vergeten. Dat is gewoon echt ver uit mijn GOTY. Deze is wel echt... Ik vind het sowieso de beste Ubisoft game die ik in jaren heb gespeeld. Ik vind hem ook echt dus ook beter dan Valhalla. Op heel veel fronten. Het is gewoon een beter afgewerkt product, man. Er zitten heel weinig bugs in. Het is echt veel mooier geanimeerd. Er zitten heel weinig glitches en oneffenheden in. En het is gewoon heel mooi en heel... Het is echt de wereld waar ik gewoon lang in wilde blijven en waar ik nog steeds niet uit wil. En dat heb ik bij Valhalla een stuk minder. En dat heb ik bij heel veel open wereld games deze... Zelfs Ghost of Tsushima wilde ik eerder uit dan de wereld, dan Golden Isle. En het is echt best wel bijzonder, want het is niet helemaal mijn jam of zo, deze game. Het is niet echt precies het genre waar ik vaak wat ik het liefst speel.
Dus ja, I loved it. Jij hebt hem ook gespeeld toch, Martin? Ja, ik ben bezig. Ik zit nu bij een puzzeltje. Daar moet je een paar zilveren ballen of een paar glimmende ballen moet je verzamelen. Die moet je overal vandaan halen en die moet je ergens inleggen. Zodat weer een deur open gaat. Ik ben op zoek naar de laatste bal. Maar wat ik zo fijn vind aan deze game is, er zit een heerlijke flow in. Mm-hmm. Je verveelt je op geen moment. Wat je wel eens hebt bij open wereld games. En dat had ik bijvoorbeeld ook weer bij Spider-Man Miles Morales. Voordat de hoofdverhalen dan weer verder gaat, dan moet je even wat side missions doen. Mm-hmm. Dat kan hier ook. Maar je wordt wel de hele tijd bezig gehouden van, hey, ga daar naartoe, want daar ligt weer een nieuw wapen. Of ga daar naartoe, daar liggen weer een nieuwe handschoenen of laarzen waar je weer wat nieuws mee kan. Je leert de hele tijd wat nieuws. Of in ieder geval dat gevoel heb ik nu, want ik zit nog best wel aan het begin van de game. Maar toch ben ik toch al, denk ik, 3 uur bezig. Maar ik heb wel het idee van, ik ben niet los. Ik word niet helemaal losgegooid in de wereld. Ik word best wel meegenomen. Ik kan er zelf voor kiezen van, oké, ga ik linksom, ga ik rechtsom of ga ik rechtdoor. Maar ik heb wel altijd een doel. Mm-hmm. Ja. Dat vind ik wel heel fijn. Het is ook een beetje die driehoek die je ook in Breath of the Wild hebt. Het is altijd wel iets in zeg maar, binnen een korte afstand is er altijd weer iets te doen en te vinden. En elke keer is het ook weer iets anders. Het zijn heel veel verschillende dingen. En ook wat je zegt, je leert steeds nieuwe dingen. En ook op het gebied van puzzels is dat gewoon heel erg zo. Dat elke keer een nieuw element wordt toegevoegd en elke keer word je weer op een bepaalde manier verrast. En dan heb je ook van die gigantische beelden waar je in kan klimmen, weet je. Een van de grootste is een beeld van The God of War. Nou, in dit geval is dat niet Kratos, maar is dat gewoon Ares. Ja. En die is gigantisch. En als je daarop klimt en je kijkt zo om je heen, dan denk je echt van, oh my god. Ik wil alles wat ik hier zie, daar wil ik overal naartoe. En dat kan natuurlijk. En het is, je kan zo ver kijken als. En wat ik heel bizar vind, is dat deze game gewoon ook op de Switch speelbaar is. En die heb ik dan natuurlijk nog niet gespeeld. Ik vraag me echt af hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, man. Want het is echt geen geringe game, dit. Ontzettend veel berekeningen moeten er gedaan worden voor deze game. Het ziet er fucking mooi uit. En natuurlijk, de graphics zullen een stuk minder zijn. Maar hij is ook gewoon op de Switch speelbaar. Ik sta er nog steeds van. Maar vind je hem fucking mooi? Want toen ik hem voor het eerst opstartte, ik kwam uit Miles Morales. Ik startte die game op en ik had wel zoiets van, oeh, slik. Ja, oké. Misschien. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een beetje dat staaltje wat ik heel erg mooi vind. En het is een beetje kleurgebruik en die wereld. En het is ook, weet je, er zitten geen frame drops in of oneffenheden. Het is allemaal heel soepel, wordt het in beeld gebracht. En misschien vond ik dat wel juist zo indrukwekkend. En ik heb Miles Morales nog steeds niet op de PS5 gespeeld. Dus die vergelijking heb ik sowieso niet. Maar ja, het is ook wel een iets. Het is niet een heel realistische game. Dus je hebt niet hele super realistische lichtinvallen en ray tracing en dat soort dingen. Dat hoeft allemaal niet in zo'n game als deze, want het is gewoon cartoony animatiefilmachtig. Maar het is vooral de stijlkeuze in de kleurgebruik wat ik echt super mooi vind, zeg maar. Ja, nou, weet je wat ik tof vind aan deze game? Hij stond echt totaal niet op mijn radar. Cody had hem al eerder gespeeld, Jacco had hem al eerder gespeeld, die waren heel enthousiast. Mm-hmm. Maar ik had toch gewoon een beetje zoiets van, ja, laat ze me lekker lullen, die gasten. Ja. Maar nu ben ik hem zelf aan het spelen en ik voel hun wel. Mm-hmm. Dit is misschien wel gewoon de verrassing van het jaar. Ja, precies. En dat maakt het ook wel extra fijn, hoor. En daar word ik er ook wel extra blij van. Want als je het niet ziet aankomen en als je een beetje zoiets van, nou, laat spelen. En ook het begin vond ik ook nog best wel een beetje saai, want het duurt best wel lang voordat je al je powers een beetje krijgt. En voordat je. Aan het begin is het echt een hele simpele adventure game. En dan bouwt het zich steeds verder uit en dan worden de opties steeds uitgebreider en dat duurt wel even. Dus in de eerste paar uur had ik echt zoiets van, sterker nog, ik sprak Jacco, want hij had een PS5 van mij gehosseld, dus ik was even naar Den Haag gegaan om die op te halen. En toen had ik net is Jacco die scalper die al die PS5... Hij heeft even een PS5 gehosseld. Oké, ja. Is het Jacco die al die PS5 inpikt van alles en iedereen? Nee, het is niet zo kut. Oude scalper. Hij had er echt 2 pre-orders. 1 bij Bol en 1 bij Amazon, zeg maar. Dus die van Bol die was echt op de dag binnengekomen op 19 november, zeg maar. Die was voor hem. En die andere had hij voor mij bewaard. Wat ik echt enorm waardeer natuurlijk. Want anders had ik nog steeds geen PS5 waarschijnlijk. Dus ik was even langs gegaan in Den Haag. En toen sprak ik hem en toen zei ik, ja, die Immortals Phoenix Rising is echt geen hol aan. Dat vind ik echt niet boeiend. En toen echt letterlijk daarna, toen ik nog een keer ging spelen, toen sloeg ik om als een blad, zeg maar. Toen ging alles open en toen kwamen de extra
zeg maar, heel veel extra opties en kwam die wereld echt tot leven. En toen was ik echt zo'n 100% omgedraaid wat dat betreft. Maar kwam dat puur door die opties en dat er meer gebeurde in die wereld? Of? Ja, er kwam er gewoon heel veel... De combat was aan het begin heel simpel. Je kon alleen met je zwaardjes slaan bijvoorbeeld. Ja. En ik vind die verhaalvertellingen ook niet zo boeiend, want die Prometheus en Zeus, dat zijn zeg maar de vertellers, dus die zijn de hele tijd met elkaar aan het lullen. En die proberen dan grappig te doen. Nou ja, de helft van de tijd, I don't get it, of ik vind het gewoon echt niet grappig. En aan het begin ligt heel veel nadruk op die verhaalvertelling, omdat je dan heel veel cutscenes krijgt en heel veel dingen moeten geïntroduceerd worden, heel veel expositie. En ik voelde dat allemaal niet zo. En later is het allemaal minder belangrijk, want dan ben je meer je eigen dingen aan het doen. En dan zijn er, weet je, dan heb je bij de main story wel een aantal cutscenes, maar het is allemaal niet zo, ligt niet zo zware nadruk op. En aan het begin wel. Maar, oh my god, ik kon het niet anders dan een 9 geven. Ondanks dat ik de verhaalvertelling niet zo boeiend vind, kon ik niet anders dan dit een dikke gold award geven. Of nou ja, net de gold award. Een gold award, ja. Yeah. Wilde jij met een mannetje of een vrouwtje? Vrouwtje. Oké. Ja, dat doe ik eigenlijk de laatste tijd altijd. Ik ben ook een vrouwelijke ivoor bijvoorbeeld in Valhalla. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ja. Zo'n beetje... Nou ja, ik snap het wel. Sommige mensen kijken gewoon liever naar vrouwenbillen dan naar mannenbillen. Dat sowieso, ja. Dat sowieso. Ja. Kan, dat is een ding. Goed, dit dus Immortals. Gewoon een... Een lekkere verrassing zo aan het einde van het jaar. Ja. Maar waarvoor we hier eigenlijk zitten met z'n allen, dit gezelschap, is tezamen om het te hebben over de films en series van het afgelopen jaar 2020. Er is natuurlijk heel veel uitgesteld, want er is iets aan de hand in de wereld. Dat weet alles en iedereen. Maar er zijn toch wel een aantal films en series toch nog uitgekomen. Vooral in het begin van het jaar was er een flinke hoos. Ik heb jullie gisteren gevraagd of jullie misschien een kleine top 3 kunnen maken van hey, dit zijn de beste films en dit zijn de beste series. En misschien is er nog wel een guilty pleasure ergens tussen te vinden. Dus Dennis, begin maar met jouw nummer 3 van films. Zullen we beginnen met films of willen jullie series doen? Ja, films vind ik goed. Ja, series. Films is helemaal prima. Laat ik vooropstellen dat dit niet een typische top 3 is. Omdat ik het was natuurlijk een karig filmjaar. Heel veel dingen zijn doorgezet. Ik vond de keuzes moeilijk. Er waren een aantal tegenvallers, wat mij betreft, zoals Tenet of Borat, Borat 2. Dus eigenlijk zijn de films die ik heb gekozen als de top 3, 4 films, zijn eigenlijk allemaal een beetje guilty pleasures. Maar laten we het eerst even hebben dan over Tenet en Borat. Waarom vond je die tegenvallen? Nou, omdat ik vond Tenet... Ik had er een hoop van verwacht, maar ik vond het weer heel erg moeilijk doen om het moeilijk te doen. Zo'n film waarbij dan mensen zeggen van nou ja, je snapt het niet en daarom vond je het niet leuk. En daar kan ik niet zo goed tegen, daar word ik heel erg door getriggerd. Je bent te dom om deze film tof te vinden. Ja, exact dat dus. En dat kan ik niet zo goed tegen. Vond het heel jammer, want het zag er natuurlijk weer prachtig uit, zoals we mochten verwachten. Ik vond de plot twist op het einde, waarbij een aantal zaken... vrijwel niet alles, maar een aantal zaken op hun plek vielen, vond ik geinig, maar een beetje doorzichtig. Sorry mensen. Ik heb Tenet dus ook niet in mijn top 3 staan. Weet je wat ik een beetje heb met Nolan, is dat ik een beetje zijn trucjes door heb ofzo. Ja, exact dat. Hij heeft echt die, wat ik vooral een beetje vervelend vind, is zijn hele oppressive soundtrack, die de hele film doorgaat. Houd niet op, het gaat de hele film... Ja, en die bepaalt de hele tijd wat jouw mood moet zijn. En dat was bij Dunkirk heel erg zo. En ja, maar dat moest ook, want anders dan werkte die film niet. Nou, anders was die film geen reet aan. Zonder soundtrack is die film waardeloos. En dat is logisch, want dat werkt bij heel veel films zo. Ja. Maar in dit geval vind ik gewoon die soundtrack te sfeerbepalend of zo. Gewoon te sfeerbepalend. En ik begin me daar nu een beetje aan te irriteren. En ja, en daardoor, dat is een van de redenen. En ook andere trucjes, weet je. Ik bedoel, zijn een soort van hele non-CGI-stijl is natuurlijk bewonderingswaardig en tof. Alleen, I don't know. Ik weet niet, ik heb zijn trucje gewoon een beetje door. En ik vind hem nog steeds een goede filmmaker, maar ook wel een hele technische filmmaker. En niet zozeer een emotionele filmmaker, zeg maar. Ja, checking all the boxes, right? Ja. Okay, dus dat.
Ja, Borat had ik een hoop van verwacht, maar het was natuurlijk ook wel een beetje allemaal opgehangen aan de voormalig burgemeester van New York. Bij Borat, de eerste Borat en zijn typetjes, had ik wat meer het gevoel dat het beter werkt als losse segmenten in zijn shows dan dat het standalone films hadden moeten zijn. En bij Borat 2 vond ik dat helemaal. Je zag het natuurlijk van echt ver van tevoren zag je het aankomen. En er waren gewoon te veel momenten waarbij mensen verrast werden en er gewoon 3 camera angles waren waarin ze werden geschoten. En dan zeggen mensen natuurlijk online van ja, maar die zijn allemaal voorgelogen en daarom werkte dat zo. Maar het was af en toe ook wel dat je denkt, nou, hoe echt is dit? Ja, dus, het verborgen camera effect was weg. Ja, het was echt gewoon echt een cameraman die dan dichterbij komt staan. En je ziet nog net geen mics boven in beeld komen. Ja, maar dit stukje wat nep was, ja. Want ik denk niet echt dat het. Ik denk niet dat hij ons voorgelogen heeft. Ik denk dat er best wel wat dingen in scène zijn gezet. Ja. Maar ja, sure. Dat ding op dat muziekfestival, dat hij daar aan het optreden is als redneck. Ja. Er zijn nog wat behind the scenes beelden dat hij echt wordt belaagd. En dat hij zichzelf moet opsluiten in een camper en de deur dicht moet trekken. Oh ja, hij wordt belaagd door die gasten. Ja. En ook een ding, weet je nog dat hij bij die gekkies in huis zat? En toen is hij echt letterlijk 5 dagen in zijn rol gebleven. 5 dagen lang heeft hij gewoon zijn fucking rol aangehouden terwijl hij bij die gasten rondhing. Ja, ik heb die behind the scenes ook gezien dat hij elke keer zichzelf eraan moest herinneren dat als hij 's ochtends wakker werd, dat hij dacht, oh ja, ik ben niet Sacha Baron Cohen, ik ben Borat. En dat als er op zijn deur geklopt wordt, dat je dan gewoon die switch die switch in je kop moet hebben, dat ik, oh shit, het accent. Ja, ja precies. Mama! Ja, dus oké, dat vond ik wel grappig. Maar ja, ik had er gewoon meer van verwacht. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Bill & Ted. Nieuwe film van Bill & Ted. Oh, die heb ik nog niet gezien, man. Oh, ja, die heb ik na 20 minuten uitgezet. Ja. Daar kom ik helemaal niet in. Nee, ja. het grappige is, ik keek er ontzettend naar uit, want het is voor mij jeugdsentiment. Ik heb de eerste 2 nog een keer teruggekeken. Toen had ik al zoiets van... Oké, tand destijds niet helemaal doorstaan. Nee, precies. Ik hoopte daar veel van. En er waren nog 2 films. The Witches remake had ik meer van verwacht. En ik keek heel erg uit naar Enola Holmes. Die Witches remake was ook gewoon van Robert Zemeckis. En die gast is legendarisch geweest, maar die heeft zijn legendarischheid gewoon echt verloren. Gewoon. Die maakt gewoon een beetje boring films de laatste tijd. Nou, het was enorm kiddie en er zat geen gelaagdheid in, zodat je als volwassene ook nog zoiets hebt van, ik vind dit nog steeds tof. En de eerste dat was... Dat oorspronkelijke wel natuurlijk, want dat was een Roald Dahl verhaal en dat is echt, ja. Ja, nou goed. Oh, anyway, tot zover de dingen waarvan ik echt dacht... Dit was je top 3 niet. Nee. Op 3 heb ik The Invisible Man staan. Oh. Oh, die was lijp, ja. Die vond ik echt super, 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 super indrukwekkend. Ik vond hem... het is natuurlijk een remake van een remake. Volgens mij zijn er 3 of 4 verschillende versies van. Eentje met Kevin Bacon. Maar deze vond ik zo ontzettend goed gedaan. Ook vanwege het feit dat Elizabeth Moss speelt de hoofdrol in deze film. Ik heb zelden iemand zo, zeg maar... haar geestelijke gezondheid zien verliezen. Dat je maar blijft hameren op het feit van... ik zie dit. Of althans, ik maak dit mee. En niemand ziet het. Mm-hmm. En het was gewoon een hele brute film ook. Het was echt een brute film. Er is een scène in de keuken... voor de mensen die hem nog niet hebben gezien... ik zal niet te veel spoilen. Scène in de keuken waarbij ze gewoon... alle muren van de ruimte ziet. En je ziet alleen haar. En het is... It freaked me out. En een van de dingen die me echt opviel aan die film, is het gebrek aan muziek. Althans, er zit wel wat muziek in, maar heel weinig. Waardoor elk shot van een halletje, of een deuropening, of noem het. Het is echt zo, het is dat creepy gevoel dat mensen soms hebben dat iemand naar je kijkt. En dat vond ik echt heel erg goed gedaan in die film. Mm-hmm. Ik heb een beetje gemengde herinneringen over deze film. Het is letterlijk de enige film die ik in de bios heb gezien toen ik in Tbilisi was, 5 maanden lang. Mm-hmm. Het was echt een fucking goede film. Het is ook een Hammer film en die maken een soort van low-budget horrorfilms. Ja. Ik heb die gasten, het is geen Hammer film, het is een Blumhouse film. Een Blumhouse film, ja. Ik heb die gast, Jason Blumhouse, heb ik een keer geïnterviewd.
En hij maakt dus echt gewoon low-budget horrorfilms, maar je ziet het er niet aan af dat het low-budget is. Je ziet gewoon niet dat het een best wel goedkope films zijn en dat ze vrij snel geschoten zijn met weinig middelen. Hmm. En dat vind ik wel echt een knap trucje dat ze daar hebben. En deze ook, weet je, het is gewoon ook een echt een mooie omgeving waar het geschoten is. Een super deluxe huis. Ja. En Elizabeth Moss kan ook niet goedkoop zijn geweest als actrice. Maar nog steeds zijn het best wel een soort van simpel gemaakte goedkope films. Maar wel fucking indrukwekkend. En ze hebben altijd een soort van... Ik ben heel benieuwd, want ze gaan dus al die, zeg maar, Universal Monster films... gaan ze een soort van een moderne remake geven. Niet allemaal, maar in ieder geval een paar. En dit is dus Invisible Man. Nou, als je kijkt naar het origineel, het is eigenlijk bijna geen overeenkomstigheid, behalve dan dat het er allebei een onzichtbaar persoon in zit. Ja. Maar voor de rest is het een totaal andere film. Heel erg gemoderniseerd. Wat ik dan wel een beetje jammer vond, is dat ik vond het een beetje een cliché over, van een horror cliché van een vrouw heeft problemen, die ziet, weet je, die wordt belaagd door iets en niemand gelooft haar. En dat niemand gelooft haar, ja. Het is wel een beetje een cliché. Dan hebben ze dit wel heel anders aangepakt dan de normale films, maar ik had daar wel af en toe een beetje moeite mee. Zo van, ja, damn it, geloof haar gewoon, weet je, come on. Ik bedoel... Ja, ik heb daar zelfs een beetje een discussie over gehad met Els, mijn vriendin. Want we keken bijvoorbeeld ook, was het The Conjuring? Nee, niet The Conjuring. Babadook? Babadook was er ook een. En dat inderdaad zei zij van, oké, als ik tegen jou zeg dat ik shit zie en ik zit onder de wonden en jij hebt het niet gedaan, laten we er even... Wat je normaal wel zou doen, maar dit geval was jij het niet. Ja, laten we er even van uitgaan dat er iets aan de hand is. Oké? Okay? Ja, oké. Ja, het is een beetje zo van, nou oké, deze vrouw zou wel hysterisch en mentaal instabiel zijn. Ik bedoel, kan niet anders. Weet je, dat is een beetje... Maar goed, voor de rest inderdaad echt heel effectief film. Awesome. Ja. Nummer twee. Meteen ook een mooi bruggetje naar mensen die jij hebt geïnterviewd, Wouter. Want ik heb intens genoten van Bad Boys for Life. Oh ja, die is awesome, What? Man. Ja, die is echt awesome. Ja. Dat is een coole film. Heb je hem niet gezien? Je hebt hem niet gezien. Jawel, maar ik vond het echt een budget Hollywood film of zoiets. Ja. Het klopte. Ja, sure. Het klopte niet echt of zoiets. Ja, bij mij wel. Ik vond juist de doorgevoerde verhaallijn van die twee gasten vond ik echt heel tof gedaan. Ik vond dat er heel veel speelsheid in zat. Daar werd ik heel vrolijk van. Maar ook het benadrukken van dat ze toch echt wel op leeftijd zijn. En dat ze niet zo cool en suave zijn als dat ze waren. Ik vond het een hele aangename verrassing. Ze waren echt duidelijk in een andere fase van hun leven. En daar hebben ze ook echt een ding van gemaakt in die film. En ook die overgang van, zeg maar, de new guys naar, van de old guys naar de new guys was best wel cool gedaan. Ja. Maar hij wordt inderdaad gemengd ontvangen. En ik vond hem ook echt superleuk. En die gasten, die directors, Adil El Arbi en Bilal Valla, dat zijn de twee Belgische gasten. Ik heb ze dus inderdaad geïnterviewd. En het zijn superleuke dudes. En volgens mij hebben zij nu ook echt goede jobs te pakken. Ze zijn echt aan het doorbreken nu. Even kijken. Oh ja, hier. Ze gaan fucking Beverly Hills Cop 4 maken, man. Nou. En ze gaan met Ms. Marvel, die serie voor die Disney Plus serie van Marvel gaan ze bezig. Nou, vet. Dus ik vond hem ook echt leuk. Ik heb me aardig vermaakt met die film. Ja. Oké. Okay. Mijn nummer 1 was The Devil All The Time. Een beetje ondergesneeuwde film die op Netflix is gedropt. Maar die Netflix film met Tom Holland. Ja, Tom Holland. Bill Skarsgård zit erin. Robert Pattinson zit erin. Die speelt een freaky ass dominee in een dorpje vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die mensen die zijn heel erg bezig met het aanbidden en doorvoeren van echt compleet doorgesjeeste religieuze waardes. Doorgesjeeste waardes, ja. En ik vond die hele toon van die film en waar het geschoten is en de muziek ook, vond ik echt heerlijk. Ik vond het echt zo'n film dat die klaar is, dat je echt denkt van, ja, misschien had ik tussen alle blockbusters dit jaar nooit deze film voorbij zien komen. En het is wel gebeurd. En hij heeft best wel veel indruk op me gemaakt. Ik vond hem echt heel, heel vet. Goed.
Ja. Heb ik niet gezien. Ja. Oké. Ik wil nog één kleine shout-out voor een film die ik toevallig 3 dagen geleden heb gezien. En dat is Boss Battle. Dat is een film met Mel Gibson en Frank Grillo. En het gaat over een dude die vanwege zijn vriendin in een loop terechtkomt, waardoor hij elke dag op dezelfde dag wakker wordt. Zoals Groundhog Day. Ja. Maar met guns. Want elke keer als hij wakker wordt, wordt hij meteen belaagd door huurmoordenaars. Cool. En daar raakt hij zo aan gewend dat hij op ondertussen krijgt een routine. Weet je, hij vecht er eentje weg terwijl hij zijn kopje koffie drinkt en zo. Hier komt de helikopter met de gun. Het is zeker geen briljante film, maar ik vond het wel toch een lekker pareltje. Heet die Boss Battle? Ja. Ik voeg hem live toe aan mijn watchlist nu. Hij is heel gamey ook. Er zitten heel veel game referenties ook in. Want zonder te veel te spoilen. Maar er zit een kid in die veel naar arcadehallen gaat. En ze hebben echt zoveel respect voor alle jaren 80 8-bit games. Weet je, voor Street Fighter, voor Space Invaders, al die stuff. En ze maar Boss Battle? Ja, ik kan hem Boss, niet vinden. Boss Battle. Ja, Boss Battle. Ik kan hem niet vinden. Nee, ik ook niet. Vinden. Ja. Nou ja, zo heet hij staat niet in Letterboxd, dat is heel weird. Nee, check op IMDb. Hij staat ook niet op IMDb, heet hij niet anders? Nee, dat zou moeten. Mel Gibson, zoek. Mel Gibson. Of de regisseur, Joe Camahan. C-A-M-A-H-A-N. Ja, ik ben nu al Mel Gibson aan het zoeken. Sure. Maar die Joe Camahan, wat ik vond het een hele... Die flow in die film vond ik heel tof. Waar ik dan toch een beetje... Boss Level is het. Oh, Boss Level, sorry. Oh ja, dat is wel even een verschilletje. Oh. Maar gelukkig dat we dat nog even in de bad genipt hebben daar. Dit is correct. Want anders waren heel veel mensen heel boos. Ongetwijfeld. Ja. Wat ik wel weer een beetje jammer vind is dat Camahan best wel indruk heeft gemaakt met eerdere films. Niet heel veel budget. Maar die gaat nu een remake maken van The Raid. Oh, en waarom zou je die nou remaken? Exact. Exact dat. Maar er is echt geen enkele reden voor. Nee. En trouwens, Dread was eigenlijk al een remake van, van The Raid. Dus dat. Het was een beetje hetzelfde concept van een gebouw vol met bad guys. Gooi er één badass gast in. En je begint beneden en je moet naar boven. Ja. daar is ook een boss level eigenlijk. Het is heel Donkey Kong is het eigenlijk. Ja, inderdaad ja. Hé, maar waarom zei je... Dat was één... Garrett Edwards is volgens mij die... Nee... Garrett Evans. Oh ja. Nou, in ieder geval echt super harde actiefilm. Ja. Die choreografie in die film kun je nooit beter doen dan wat het was. Dat is onmogelijk. Daar zijn heel wat polsen en enkels gebroken, denk ik zomaar. Ja, en nekken ook, jongen. Tering. Wat een film is dat. Ja. Oké, cool. Maar goed, dat is dus mijn verborgen pareltje. Boss Level. Sorry. Nice. Ja. Nou, Wouter, daar kom je. Ja, laten we beginnen bij 3. Ik heb gewoon Birds of Prey of The Fantabulous Emancipation van een karakter genaamd Harley Quinn. Back lekker ook, hè, die titel. Die lange titel. Hebben ze nog ook nog even veranderd, echt op het einde. Want ze waren nog een soort van in paniek op het einde, vlak voordat de film uitkomt, dat het niet goed zou gaan. Toen hebben ze er gewoon volgens mij Harley Quinn Birds of Prey van gemaakt of zo. Het heel erg versimpeld, hadden ze veel eerder moeten doen. Maar misschien komt het omdat dit de enige première was die ik dit jaar had. En ook de laatste première die ik heb gehad. En het is ook de enige nieuwe superheldenfilm die eigenlijk dit jaar uit is gekomen. Dus dat speelt ook wel een beetje mee. Maar ik werd hier heel erg blij van. Het is echt een super kleurrijke film met een hele fijne cast. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, waar ik heel erg blij van word altijd. En Ewan McGregor, fucking Obi-Wan zit er gewoon in als bad guy. Toffe actie, net genoeg humor. En wat ik ook tof aan vond was de visie van de makers van Gotham City. Er zitten heel veel details, heel veel locaties en heel veel design work in. Die stad ziet er echt heel erg cool uit. Nog beter dan bijna in de Tim Burton Batman films. En ik heb er echt van genoten. Ik vond hem echt lachen. Ik vond hem echt fijn. Het was een feel-good film. En hebben jullie hem gezien? Ja. Ja. Jij was niet zo onder de indruk, hoorde ik, Dennis? Nee. Wat vind je er mis aan? Nee, I don't know. Hoe
toch gek genoeg vond ik Margot Robbie als Harley Quinn vond ik in Suicide Squad heel tof. Een van de weinige punten waarom ik die film toch nog goed kon handelen. Ja. En nu voelde het toch te veel dat de film uit balans was. Ook vanwege het feit dat ze letterlijk weer omringd wordt door allemaal mensen. En dat vond ik eigenlijk ook wel bij Suicide Squad. Omringd wordt door allemaal mensen met superkrachten. En het enige wat ze doet is paardenstaartjes dragen, veel vloeken en hondbalknuppels smijten. En ik weet niet. Ik vind dat gewoon niet zo'n... Ik vind haar op papier en in comics vind ik haar heel tof. Ik vond haar in Suicide Squad ook wel tof. Margot Robbie vind ik overigens echt gewoon een fantastische actrice. Laat ik dat voorop stellen. Yeah. Pakte me gewoon niet zo. Oké, fair enough. Het was niet slecht. Laat ik dat voorop stellen. Precies. Ik vond hem denk ik wel een 6,5 7'tje. Suicide Squad kom ik niet verder dan een 4. Oh nee, Suicide Squad vond ik echt een 1. Gewoon echt een full 1. Dat was echt een drol van een film. Ja. Fair enough. Sterker nog, ik was Empire, dat is altijd een van mijn favoriete filmbladen. Mm-hmm. Die heeft hem toen 4 sterren gegeven. En toen heb ik echt een tijdje met hem gebroken gewoon. Toen dacht ik echt van, oké, ik kan je niet meer serieus nemen als je deze schijf. Ik kan me dat ook nog herinneren, inderdaad. En ze hebben het ook best wel lang over gehad, ook op de podcast. Het is een beetje net als jouw 8,3. Of het is een 8,7. 8,88. Maar elke keer blijven ze erop terugkomen, weet je wel. Doe ze een podcast en is het zo van, maar was jij niet degene die 4 sterren gaf van Suicide? Oh. Het is ook een beetje hetzelfde als een van hun redacteurs had Attack of the Clones 5 sterren gegeven. een terugkerend ding, zeg maar. Ken Burr, hè? Ken Burr. Oké, nou, Birds of Prey. En op nummer 2 heb ik een full-on indie film. Echt een superklein filmpje uit Engeland. Rocks heet die. En niet On the Rocks. Wat een film is met, volgens mij, met... hoe heet die? Bill Murray? Klopt. Die is net uit. Ja, oké. Het is eigenlijk een film over een stel middelbare meisjes op de middelbare school in Londen. Die gewoon eigenlijk de helft van de film lol met elkaar hebben. En dat is super aandoenlijk om te zien. Je hebt echt weer zin om gewoon een kind te zijn als je hen gewoon met elkaar ziet kutten en lol hebben. En gewoon het leuke hebben op school. En het zijn in principe allemaal geen actrices. Want ze zijn letterlijk van school geplukt door de casting, door de filmmakers. Dus ze hebben helemaal geen ervaring, maar dat zie je er totaal niet aan af. Ze zijn allemaal natuurtalent of zo. I don't know hoe dat gebeurd is. Ze zijn stuk voor stuk fantastisch, super geloofwaardige meisjes en actrices. En dan op een gegeven moment wordt het natuurlijk drama, want je kunt natuurlijk niet de hele film lang een beetje lol hebben en een beetje kutten. En gaat het mis met de hoofdrolspeler en haar moeder en haar broertje. En dan wordt het echt een enorm vertederend verhaal over vriendschap, over liefde, over familie en over multiculti, zeg maar. En het is echt een beautiful, beautiful film. Een soort van half feel good, half potent drama. En ik vind het echt bijzonder hoe ze dit hebben kunnen maken met een soort van onervaren. Het is ook echt het hele principe van die film. Dat ze gewoon naar de school zijn gegaan. Ze hebben gewoon mensen genomen, of meisjes genomen waarvan ze denken van, nou, dit zijn leuke mensen om naar te kijken. En deze hebben chemie met elkaar. En vanuit dat uitgangspunt hebben ze eigenlijk die film gemaakt. Dus ze hebben eigenlijk eerst de casting gedaan. En toen hebben ze hen gebruikt om een verhaal te verzinnen. En ik kan me moeilijk voorstellen dat het een goede manier is om een film te maken. Maar het is echt fucking goed gelukt. Het is ook een van de weinige films die ik nog even tussendoor in de bioscoop heb kunnen kijken. Zeg maar nieuwe films. Het is Brits, het is aandoenlijk, het is lovely. Ik zou het echt hard aanraden. Het is niet snel een film die ik in een top 3 zou zitten in een jaar waarin zeg maar harde blockbusters uitkomen en waarin heel veel Marvel films uitkomen. Die gaan bij mij meestal een beetje voor, maar dit is wel echt heel sweet, heel lovely. En ik denk dat iedereen hier wel van kan genieten als je ooit zeg maar jeugd hebt gehad. En de meeste mensen hebben dat wel gehad, denk ik. Ja, ik ga checken. Ik vind dit een hele goede aanmoediging. Ja. Oké, leuk. Nou, fijn. Dus hebben jullie allebei nog niet gezien. Daar ging ik ook al een beetje van uit. Want dit is echt wel een soort van, ook wel een beetje zo'n verborgen pareltje. Zo'n filmhuisfilm, weet je wel. Ja, cool. En dan heb ik nog eentje waarvan ik denk, op nummer 1, die heb ik echt letterlijk gisteren gezien.
Oeh. Ik dacht, Martin die vroeg me van, we moeten even een lijstje maken van top 3 films. Ik dacht van, wait a minute. Stel, welke film heb ik sowieso nog gezien? En toen heb ik even snel een film aangekeken, aangezet die ook al gewoon op Netflix staat. Maar het is echt zo'n film die ook zonder poeha op Netflix is verschenen. En heeft bij mij nooit in de recommendations gestaan. Is echt nooit langsgekomen, maar ik ken hem dus via een filmpodcast. Het heet His House. En het gaat over een stelletje dat vlucht uit Zuid-Sudan naar een stadje in Engeland. Echt een fucked up huis gaan ze naartoe. Maar ze wilden heel erg graag blijven, want ja, waar ze vandaan komen is nog veel kutter dan waar ze nu zijn. Dus ze moeten daar gewoon echt blijven. Vooral die gast die wil gewoon daar blijven, die wil deel worden van de Engelse cultuur. Die gewoon een nieuw leven opbouwen. En dan begint een soort van fucking freaky horror. Maar ook echt psychologisch drama tegelijkertijd. Heel erg emotioneel, want dat koppeltje heeft het echt zwaar, man. Ze hebben het echt kut voor hun. Ze zijn uit hun land gevlucht. Er zijn nog veel meer erge dingen met ze aan de hand. Ze worden niet geaccepteerd door de cultuur daar. Ze zit constant druk op hen. Van alle kanten, op alle mogelijke manieren. De wereld is echt niet eerlijk tegen ze. En je gaat echt vluchtelingen in een ander licht zien hierdoor. Waardoor het ook best wel een soort van belangrijke film is, denk ik. En het is met Wumi Mosaku. En dat is bij deze ook meteen een van mijn favoriete actrices. Want zij speelt ook in mijn favoriete serie van dit jaar. En het is echt een heel erg bijzondere horrorfilm. Het is net zoveel drama als horror. Ik was net zoveel outgefreaked als dat ik zeg maar emotioneel aangegrepen was. Heel erg mooi geschoten. Er zit ook heel erg best wel veel CGI in. Voor wat ik denk niet een heel erg zeg maar dure film is. Of het is sowieso best wel een soort van independent film, denk ik. En heel veel mooie dingen bijzondere dingen worden gedaan met beeld en met zeg maar special effects. En er zit ook echt wel voel aan een soort van fantasy horror in. Het is niet heel erg subtiel soms. Het wordt ook echt wel in je gezicht geblazen op een gegeven moment. Dus verwacht ook echt wel full on horror. Mooi, nice. Ik vond het echt een hele bijzondere film. Vooral de twee hoofdrolspelers, fucking goed. En er zit ook nog een Doctor Who in. Ik weet niet meer hoe die gast heet, maar een van de vele Doctor Who's. hoe heet die knakker ook weer? Voor David Tennant was hij. Of was hij juist na David Tennant? Anyway, best wel een bescheiden rolletje. Maar wel zo'n gast waarvan je denkt, oké, jij bent echt een soort van Engelse legende. En hier speel jij gewoon de mediator tussen zeg maar het koppeltje in de hoofdrol en de Engelse government. En hier zat ik gisteren wel even met open kaakjes naar te kijken. Echt, ik dacht van wow, nog even op de valreep en mijn favoriete film van het jaar. Echt waar? Lijp. En staat gewoon op Netflix. Staat hier nice. Gewoon. Nice. Echt een beetje verborgen. Ik heb plannen vanavond dus. Ja. Helemaal goed. Hoe heet hij ook alweer? His House. His House. Oké, schrijf ik ook op. Krijg je nog druk, joh. Ja. Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Want het is wel zo'n film die zeg maar, ik denk niet dat iedereen ermee weg gaat lopen. En dat heb ik eigenlijk een beetje met alle films in mijn top 3. Sommige films zijn echt van die films waar iedereen het over eens is. Helemaal als het om sommige blockbusters gaat. En dat is meestal, weet je, als Dune bijvoorbeeld nog dit jaar was uitgekomen. Ik hoop dat hij dan op nummer 1 had gestaan in mijn lijst. En dan was waarschijnlijk, weet je, het is een Denis Villeneuve film. Waarschijnlijk was dat echt de knaller van het jaar geweest. Maar ja, het is gewoon een anders jaar. Het is gewoon heel anders. Het is gewoon... Ja, het is wat dat betreft is het ook gewoon een beetje een raar jaar hoor. Want ik was ook een beetje aan het graven. Ik schrok een beetje toen Martin zei van, wat is je top 3? En toen dacht ik van, oké, wat? En normaal gesproken is het echt zo top of mind. Zo van, ja, die en die en die en die. Ja. En dan moet je kill your darlings. En ik ben ook een beetje aan het zoeken geweest van wat is er eigenlijk allemaal uitgekomen in 2020. En er stonden heel veel films tussen die inderdaad van die kleine pareltjes zijn. Die heel hoog scoren. Mm-hmm. Maar die ik gewoon nog niet heb gezien. Dus ik heb nu echt wel een mooie watchlist. Ook mede dankzij jullie. Ja. Ligt er een beetje aan wat Martin ons nu gaat vertellen natuurlijk. Ik heb geen top 3 gemaakt jongens. Want ik heb echt... Bar weinig gezien. Ja, ik heb best wel veel gezien. Maar als ik film kijk... Dan is het vaak zijn het van die lompe actiefilms. Mm-hmm. Weet je, wat ik tof. Nee, ja, dat soort dingen dat kijk ik dan. Die vond ik dan wat minder. Maar weet je wat ik bijvoorbeeld tof vond?
Dat zat ik aan te denken, dus ik zocht net even op van wanneer kom je uit. Maar die kwam al uit in december 2019. Oh. En dit is die Michael Bay film, Six Underground. Dat vond ik echt een heerlijke overtop actiefilm. Daar heb ik echt van zitten genieten, terwijl iedereen die haat. Ja joh. Die scoort echt ook super laag overal. Die staat echt in de lijstjes van de slechtste films ever. Zo'n beetje. Ja, de slechtste Netflix films en zo. Ja, ja. Ik heb hem niet gezien, echt hoor. Van genoten. En ook hetzelfde met die guy die Thor speelt. Die had ook een film op Netflix dit jaar. Extraction. Yeah. Ja, Extraction, ja. Vond ik ook geweldig. Weet je, dat verhaal gaat helemaal nergens over. Maar die actie is zo lekker in your face, over de top. Daar kan ik dan echt van genieten. Heb je Powers ook gezien? Powers, ja, die heb ik gezien. Ja, ik ook. Die ook. Och, mijn hemel. Ja, die vind ik ook nog best wel cool. Daar heb ik ook nog wel van. Die had wel een soort van flair. Een soort van... Je had echt van die shots, van die slow-mo shots. En dan gingen ze inzoomen op druppels. En het zag er vet uit, man. Dat is waar. Ja. En heb je ook nog die Vin Diesel film? Dat die ook, Bloodshot, ja. Bloodshot, ja. Die heb ik nog niet gezien. Ik ook niet. Die is, ja... Lekker dom, toch? Beterste. We hebben het ook bijvoorbeeld nog niet gehad over The Gentleman. De nieuwe film van Guy Ritchie. Oh ja, maar daar heb ik echt... die was ik aan het kijken en toen ben ik maar gewoon halverwege iets anders gaan doen of zo. Ja, ik vond hem ook wel tof. En dat vind ik wel jammer, want ik hou van Guy Ritchie. Maar, ja. Ik vond zelfs zijn Arthurian film vond ik nog beter dan The Gentleman. Ik dacht... Ik vind eigenlijk, oh, come on. Ik heb letterlijk in mijn review op Letterboxd gezegd van ik heb eigenlijk liever dat hij nu gewoon andere dingen doet dan zijn, zeg maar, standaard films maken. Want ik vind zijn... Als hij iets anders probeert, vind ik het eigenlijk boeiender. Want ik vond Aladdin ook leuk. Ja, Aladdin vond ik ook tof. Vond ik ook tof. Gek genoeg. Echt? Ja, oh. Vond ik ook tof. Ja. Iedereen lacht me uit daarom dat ik die film tof vond. Nee, don't care. Ik vond Geert vond het tof, hè? Het had dezelfde energie als die tekenfilm. En het was echt... Ja. Ik werd echt vrolijk van. Ik voel Will Smith de goede... Ik heb hem nog niet gezien. Moet daar eigenlijk niet over hebben, want volgens mij is het een 2018 film of zo. Maar omdat we het over Guy Ritchie hebben en hij... ik vind het een van de betere live-action remakes van Disney animatiefilms. Absoluut waar. Ja. Vond ik echt cool. Nou, ik ben blij dat ik niet in de lane sta. We trappelen verder naar de series. Ja. Yes. We gaan naar de series. Ik vond het een uitstekend jaar voor series. Echt uitstekend. Ik heb van heel veel dingen ontzettend genoten. Maar welke vielen er tegen? Welke had je meer van verwacht? Oeh, dat is een strikvraag. Of verval ik je nu, hè? Ik kan wel even tussendoor. Ik vind dat ook een strikvraag. Want op het moment dat iets me tegenvalt, ga ik niet doorkijken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, I don't know. Drop het, Wouter. Ik was dus een heel groot fan van What We Do in the Shadows. Mm-hmm. Dat is een film. Er is ook een serie van. Serie eerste seizoen vond ik echt geweldig. Het gaat over een mockumentary over vampiers. En die wonen samen in een huis. Ja. En het is hilarisch. Het is van Jermaine Clement en die is sowieso een grappenmaker, puur zang. En het tweede seizoen is dit jaar uitgekomen en de verwacht ik en weer... En Taika Waititi, hè? Wat zei je? Taika ook. Ja, Taika Waititi is. Ja. Maar die heeft niet zoveel met de serie volgens mij te maken meer. Nee, alleen... Nee, klopt, ja. En het tweede seizoen kwam dit jaar dus uit. En daar verwacht ik heel veel van. Ik heb ontzettend vermaakt met het eerste seizoen. En eigenlijk viel me die een beetje tegen. Het zat niet... Ik heb echt een paar afleveringen in het midden waar ik gewoon amper gelachen heb. En het eerste seizoen was zo cool omdat ze echt best wel ver gaan met het vampierconcept. Weet je, alles wat erbij komt kijken wat met vampiers te maken heeft gewoon mee te maken. En echt van oude vampiers die zeg maar eeuwen oud zijn en die soort van leiders zijn van een of andere dubieuze cult. En hebben ze een soort van meeting van alle de grootste en belangrijkste vampiers in de wereld. En dat zijn allemaal bekende acteurs. En dat was in het eerste seizoen. In het tweede seizoen hebben ze het concept niet echt verder getild ofzo. Dus ik was... Dat vond ik een van de meest teleurstellende dingen van dit jaar. Het was nog steeds leuk. Maar echt niet het niveau van het eerste seizoen. En ik vraag me nu echt af of er wel een derde komt naar deze prestatie. En of het wel de moeite waard is. Dus dat was dat is een top of mind een van mijn teleurstellingen. Maar het eerste seizoen is een fucking aanrader. Eens. En de film ook. Eens. Ja. 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 Ik vond Raised by Wolves een beetje tegenvallen. Oh ja, ik ook trouwens, ja. Ja. Science fiction serie, natuurlijk van Ridley Scott. Mm-hmm. Niet heel natuurlijk voor sommige mensen. ik vond het tof, ik vond het tof genoeg, ik vond het boeiend genoeg. Ja. Maar ik was niet zo weggeblazen als dat sommige mensen waren.
Nee, ja, wat ik vooral vond was dat de eerste aflevering echt... dacht ik even, wow, what the fuck wordt dit voor serie? Ja. En ik had echt zoiets van, wow. En toen was het, zeg maar... De hele, zeg maar, alle afleveringen tussen het eerste en het laatste aflevering in waren allemaal een soort van meh. Ja. En toen op het einde van de aflevering maakten ze weer een sprong dat ik dacht, wow, oké, interessant. Ja. En alles ertussenin was een beetje, I don't know, ook een beetje moeite om... Zeg maar, de hoofdrolspelers zijn twee androids. En die zijn een beetje verstokt van emotie, want ja, het zijn robots in feite. Mm-hmm. En een beetje moeilijk om zeg maar met hun aan boord te komen, om hun te zien als pops en mams. Ja. Ja. Waar gaat het over dan? Wat gebeurt er? Want ik ken het helemaal niet. Ja, ik ken de naam. Maar... Het is dus, het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar het begint met twee androids die neerstorten op een zeg maar onbekende planeet. Dus best wel ver hard sci-fi, zeg maar. En dan gaat het over hoe zij... Ja, eigenlijk heel veel wat ik hiervan zeg is een beetje spoiler. Want voor mij was het de hele verrassing over dat ik geen idee had waar het naartoe ging... maakte het voor mij vooral de eerste aflevering heel erg boeiend. Ja, nou, laten we in ieder geval... Je kan in ieder geval wel zeggen dat die twee androids die voeden kinderen op volgens op een manier waarvan zij denken dat dat het beste is. Ja. Maar er is een reden waarom ze neerstorten op die planeet. Want op aarde was het niet goed toeven. En het blijft niet rustig op die planeet waar ze neergestort zijn. En een van de interessante elementen ervan is een soort van religieuze sci-fi cult. Ja. Ja. En dat idee ervan, en dan komt ook die dude van Vikings in één keer om de hoek kijken. Weet die gast ook weer? Lafnar Rofbroek. Alleen dat is een echte naam. Dat is een echte naam. Ja, ik weet het ook helemaal niet. Sorry. En die gast vind ik altijd mooi om naar te kijken. En hij heeft iets gek zo. Het is niet necessarily een hele goede acteur, maar ik blijf wel echt zo naar hem staren. Ja. Zo van, wow, jij bent interessant. Eens. Interessant. Een goede gast. Ja, eens. Okay. Charisma, we zijn aangekomen bij je top 3. Ja, oké. Mijn top 3. Ik ga niet de Mandalorian droppen, oké? Want dat is too obvious. Hoezo mag dat niet? Ja, ik doe dat wel. Ja, dat is gewoon een vette serie. Ja, het is een fantastische serie. Maar ik vond het gewoon zonde voor de andere drie. Dat ik één plekje moest inleveren dan. Dus Mandalorian, geinig joh. Ik noem hem voorlopig nog Baby Yoda voor de mensen die nog niet dingen weten. Anyway, Mandalorian aan de kant. Mag jij straks maar moet je hem, mag je hem nou ook niet meer... ik heb die laatste wel gezien, maar mag je hem nou ook niet meer Baby Yoda noemen? Of The Child? Jawel. Blijf het lekker doen. Het klinkt veel cuter, toch? Want ik werd al verbeterd op Twitter door iemand. Ja, fuck dat. Oh, echt? Fuck jou. Ja, inderdaad. Het is gewoon Baby Yoda klaar, punt. Ik durfde al niet te zeggen wie er in die aflevering voorkwam. En dat durf ik nu eigenlijk ook niet, want eigenlijk is het best wel zonde. Want voor mij komt... Nou goed, laten we het daar niet over... Ik ga het daar straks even over hebben, ja? Okay. Helemaal goed. Ja. Oké, op 3 heb ik Barbaren staan. Omdat ik dat echt een hele toffe serie vond. Het gaat over de tijd van de Germanen. Op het moment dat de Romeinen Europa binnenvallen. Proberen de overhand te krijgen in gebieden waar ze eigenlijk bijna geen poot in de grond kunnen krijgen. Wat ik heel tof vond was niet alleen het acteerwerk. Maar gewoon het hele verhaal over... Ah, nee, dat is een spoiler. Dat ga ik niet zeggen. Maar de setting vond ik fantastisch. Ik vond de omgeving vond ik prachtig. En wat ik helemaal tof vond was niet alleen de aankleding en gewoon de acteurs aan zich. Maar ze spreken oud-Germaans / Duits. En de Italianen spreken oud-Romeins, oud-Latijn. Vandaar dat het barbaren heet en niet barbarians of zo. Het is niet exact, het is een Duitse productie volgens mij. Ja. Ah, oké. En ik vond dat echt super boeiend. Het gaat over een tijdsperiode waar ik zelf niet zoveel over wist. Ik raakte helemaal meegesleept en ben er toen ingedoken. En ik hou ervan als series dat voor elkaar krijgen. Dat je ineens je gaat verdiepen op Google van bepaalde plekken of bepaalde tijdstippen of bepaalde personen in de geschiedenis. Dus ik vond dat echt een... Ik heb je echt gebinged. Gewinst. Bam. Het is een afgesloten serie, ook 4 afleveringen volgens mij. Oh, het is echt een miniserie. Ja. Oh, dat is chill. Ja. Oh, dan ga ik het wel even kijken. Dan ga ik het er kan een vervolg komen, maar hij is wel geschreven als een afgesloten serie.
Dus. Cool. Heel chill. Ja. Dat heb ik heel vaak met series. Dan heb ik zoiets van, ah, dan ga ik dat kijken en op het einde moet ik weer een jaar wachten op een nieuwe serie. En dan gaat het wel of niet door. En dan gaat het misschien nog 8 jaar door. Want eer een serie winstgevend wordt, hebben ze 4 seizoenen nodig. Ja. Daar heb ik soms gewoon geen zin in. Nee, ik heb er zelfs een trauma aan over gehouden vanwege Lost. Dus ik trap daar niet meer in. Op miniseries worden steeds populairder. Hoor. Dat komen steeds vaker langs. Ik heb er nou toevallig net niet geen één op mijn lijst staan. Maar ik weet wel dat er... Ik kan ook geen voorbeelden noemen, maar ze zijn wel... Ze worden steeds vaker gemaakt en ik vind het ook een beter format eigenlijk. Want ja, je weet wat je eraan hebt in plaats van die onzekerheid over... Nou, komt er weer een ander. En ook het open einde houden en de rekening mee houden en het schrijven van... Nou, als er nog een nieuw seizoen komt, dan moeten we even wat achterhouden, weet je wel. Mm-hmm. Dat hoeft dan allemaal niet. Nee, ze doen het wel een beetje bij Barbaren, maar niet zo obvious dat je denkt van, oh, er moet nog wat komen. Right. Meer zo van, er kan nog wat komen en dat is prima. Ja. Mijn tweede is trouwens ook een afgesloten miniserie. Dat is Queen's Gambit. Oh ja, daar hoor ik best veel van, maar ik dacht echt van... Ook heel veel van. Een serie over een schaakster? Ja, geloof me, zelfs als je niks met schaken hebt... is het nog steeds een hele toffe serie. Anna Taylor-Joy speelt een meisje die zich omhoog werkt binnen de hele mannelijke wereld van het schaken. Want ja, meisjes die zijn dom. Zeker in die tijd waarin het zich afspeelt. Wat zeg je nou, joh? Ik kan het er niet zeggen. Hoe doe je het? Durf je? Ja. Vrouwen haten. Goed. Jij gaat dit knippen en op Twitter gooien, hè? Tuurlijk, waarom ook niet? Anyway, maar het is niet alleen een ontzettend goed geacteerde serie. Nogmaals, je hoeft niet zoveel met schaken te hebben. Ik heb vroeger als kind heb ik zelf wel geschaakt. En ik kreeg weer helemaal de kriebels om weer achter een bord te gaan zitten. Maar los daarvan is gewoon haar hele emotionele reis die zij meemaakt als meisje met een moeilijke achtergrond. Opgegroeid in een weeshuis. Daar eigenlijk al met de nek aangekeken wordt vanwege het feit dat ze houdt van schaken in plaats van poppendingetjes en moedertje worden. Ik vond het een hele, hele, hele toffe serie. Ik kan hem echt iedereen aanraden. Het maakt echt niet uit als je niks met schaken hebt. Zo tof. Volgens mij is het een van de best bekeken Netflix series of nieuwe releases of op Netflix ooit. Volkomen terecht. Ook het aantal schaakborden zijn niet meer aan te slepen. Nee, klopt. Ja, maar dat zorgde dus bij mij voor, en misschien noem een hipster, noem een rebel, noem een dipshit, maar dat zorgde juist voor mij. Ja, mag allemaal. Gewoon. Is goed. Hipster, rebel, dipshit. Ja. Dank je. Ja. Vind je vrouwen ook dom? Zeg het! Maar, nee, even voor de duidelijkheid. Maar nee, dus, als ik hem zeg, maar in die lijstjes, daar heb ik eerder dan eigenlijk om het niet te kijken en om het wel te kijken ofzo. Ik weet niet waarom. Ja, het is heel, probeer heel gek. Het. Probeer het alsjeblieft, op zijn minst. Probeer het gewoon. Oké. Okay. I beg of you. Oké, als je smeekt, dan doe ik het gewoon. Ja, mijn laatste heeft ook met sport te maken. En ik weet zeker dat je die nooit gaat kijken. Dat zou ik ook jammer vinden. Voetbal? Maar mijn grote verrassing. Ja. Mijn grote verrassing van het jaar is de serie op Apple TV Plus, Ted Lasso. Ted Lasso. Ja, niemand die heeft ervan gehoord waarschijnlijk. Nee, het gaat over Jason Sudeikis. Oh, ik hou van Jason. Nee, dat is dus echt ontzettend jammer. Dat is echt ontzettend jammer. Goed, Wouter, doe maar even de vingers in je oren of zo. Want het klinkt waarschijnlijk heel suf in jouw oren. Maar het gaat over een Amerikaanse coach, gespeeld door Jason Sudeikis, die in Amerika enigszins naam heeft gemaakt met American football. En in Engeland is er een voetbalclub waarvan de eigenaresse een beetje probeert de boel te ondermijnen. Voorheen was het in eigendom van haar ex. En nu probeert ze die voetbalclub te ondermijnen. Gewoon een beetje wraak te krijgen. Dus zij dacht het wel grappig te vinden om een Amerikaanse voetbalcoach op een Engelse club te zetten. En hij komt natuurlijk binnen met de domste aannames over voetbal ooit. Geen idee wat buitenspel is, hoe zit het met je handen gebruiken, allemaal die shit. Best wel clichématig. Ja, echt. Voetbal, ja, dat mag toch ook. Dus hij leert heel veel van zijn spelers. Hij neemt een assistent coach mee die eigenlijk meer verstand heeft van soccer dan dat hij heeft. Maar het is vooral... De charme van die serie is hoe ongelooflijk ontwapenend Sudeikis is als coach. Want elke keer proberen ze hem te naaien. En elke keer dat je echt denkt van oké, nu is de wanhoop nabij. Nu heeft hij zoveel kick in de balls gehad. No pun intended. Komt hij weer met een stukje feel good
Ik ben zelden zo blij geweest van een tv-serie. Het is echt zo cute. Het is zo grappig. Het is de characters zijn ontzettend uiteenlopend. En het is gewoon jammer dat het eigenlijk alleen op Apple TV Plus te vinden is. Oh, Plus? Is dat nog... Hè? Plus. Ja, Apple TV Plus. Plus. Apple TV is het apparaat en Apple TV Plus is de dienst. Oh ja, natuurlijk. Oh, yeah, sorry, yeah, natuurlijk. Yeah. Makes sense. Dus ja, heel gek. Een serie over voetbal en je hoeft niet eens van voetbal te houden. Deze Sudeikis is sowieso een baas, weet je. Ja. Ik bedoel, ja. Dat moet je eigenlijk. Dat is al reden genoeg om een serie te kijken. Dat is bijna de reden. Bijvoorbeeld om een beetje hetzelfde idee is. Daarvoor ging ik bijna Space Force kijken, omdat Steve Carell. Weet je, sinds ik The Office heb gezien, heb ik zoiets van, nou, eigenlijk moet ik die serie gewoon een kans geven. Ja, maar kwam je daar niet doorheen? Die vond het best wel leuk. Space Force, ja, nee, ik ben er dus nog niet aan begonnen. Maar omdat ik hoor dat veel negatieve geluiden erover hoor. Maar... Oh, nee, ik vond het echt wel een lekkere wegkijker, weet je. Net als dat je de nieuwe Star Trek's tijdens het eten voorbij schuift. Dat. Ja, achtergrondnoise inderdaad. Ja, oké. Okay, ja, fair enough. Oh, leuke lijst, man. Allemaal dingen die ik niet gezien heb. Ja. Dus daar, heb ik weer, daar kan ik weer wat kijken. En helemaal even chill dat de miniserie twee miniseries zijn. Ja. Want dat, daar racht je even doorheen. Ik heb dat niet. Ik heb allemaal series die gewoon lopend zijn. En die waarschijnlijk tweede van krijgen. Misschien denk ik, hoop ik wel een tweede seizoen. En tweede zijn ook, ervan zijn ook HBO. Want ik ben echt een HBO-fan, man. Oh my Snap god. Ja. Ondanks de laatste twee seizoenen van Game of Thrones, die natuurlijk een fuck-up van je welste zijn. En ook Westworld is niet heel erg best geworden, maar ze hebben zoveel goede dingen. Little Big Lies, Sharp Objects. Ze hebben echt high-quality television. Euphoria is zo fucking goed. En The Outsider. En dat is ja, een... Ja, die is fantastisch. Die heb ik ook in mijn lijstje staan. Hier heb ik wel een klein lijstje van gemaakt. Oké, okay, dope. Oh, oké, okay, cool. Dit is echt, stel je hebt True Detective, hè? Dezelfde moody, sfeervolle, duistere en zware detective serie. Alleen in plaats van dat paranormale, er wordt een beetje geïnsinueerd in True Detective. Er wordt een beetje, weet je, mee gespeeld. Mm-hmm. Maar dat wordt nooit helemaal uitgewerkt. Maar hierin gaat het gewoon full-on paranormal. Dit is gewoon een Stephen King verhaal. Het wordt op super realistische wijze aangepakt. Maar het is wel gewoon, het gaat om iets wat niet kan. En niet kan gebeuren en wat niet, weet je, wat gewoon full-on in de paranormale wereld gestoeld is. Awesome. Het is ook gebaseerd op een Stephen King boek dan. En het is met Ben Mendelsohn. Ik weet niet of je die kent, maar dat is een baas. Tuurlijk, ja. Echt een hele getergde gast is het in deze serie. Hij heeft echt een zware dingen meegemaakt. En een hele sceptische detective is hij. Dus wat er allemaal gebeurt in deze serie, dat accepteert hij niet zo makkelijk. Dat vindt hij allemaal niet kunnen. En hij gelooft er ook niet in. Dus dat is ook nog een ding. Hij moet overtuigd worden. Hij is een beetje, hoe heet die gast van David Duchovny in de X-Files. Hoe heet ze? Gillian Scully. Anderson. Scully. Ja, Scully. Scully. Hij is een beetje de Scully van de serie. Jason Bateman zit er ook in. En die heeft ook echt, zeg maar, geproduceerd. Volgens mij ook een aantal afleveringen geregisseerd. Ook, ja. En dat is een goed teken, want hij heeft ook fucking Ozark gedaan. En dat is ook een knettergoede serie. Paddy Considine zit erin. Die is ook echt zo'n gast die je heel vaak langs ziet komen. En elke keer vergeet ik weer wie het is, maar het is een fucking goede acteur. En het is echt heel erg moody, disturbing, serieus, zwaar, goed gefilmd, beautiful. En toch tegelijkertijd paranormal. Het is echt de paranormale versie van True Detective van het eerste seizoen of van het derde seizoen. Het tweede seizoen is een heel andere stijlkeuze, zeg maar. Right. En I love deze serie. Ik heb net eergisteren de laatste aflevering gezien. En ook het einde viel niet tegen, want... Het is natuurlijk moeilijk om zo'n paranormaal ding, weet je, als je naarmate je dichter bij de waarheid komt en naarmate je er meer achter komt dat de waarheid gewoon echt full-on bad shit crazy is, kan het, zeg maar, een beetje minder interessant worden. Daar heeft deze serie amper en ook de afronding is fucking goed gedaan. Ben benieuwd, het wordt wel gespeeld na een tweede seizoen. Kan me voorstellen dat die minder goed wordt, maar ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen met het tweede seizoen. Oké. I love deze serie. Echt HBO
op zijn bijna best. Want ik heb op mijn nummer 1 is HBO op zijn best wat mij betreft. En dan heb ik... ik heb wel gewoon Mando gedaan. Wel Mando. Ik had verwacht dat je nog een ander pareltje ertussen zou mikken. En maar dit is ook nog nummer 2, hè? Ik ben nog niet klaar. Oh ja, oké. Okay. Dan vermoed ik... Oké, okay. Mando 2 dan? Ik denk dat je mijn nummer 1 wel kunt... volgens mij heb ik die bij jou ook lopen... Ja, ik heb hem nog niet gezien, maar ga door. Ja, Mando 2 seizoen, I love it. Het begon al met die eerste aflevering, met die fucking megadraak die af moest maken. Het was fucking cool. Het zijn nog steeds, het is een hele simpele serie. Het is een soort van aaneenschakeling van sidequests de hele tijd. Zeg maar die formule die in het eerste seizoen was, die houden ze nog steeds aan. En ik voel het nog steeds, ik vind het nog steeds heel cool. Heel erg actiegericht. Simpele verhaaltjes. Hij moet altijd iets oplossen samen met iemand. In elke aflevering is het eigenlijk weer hetzelfde wat dat betreft. Maar hoe ze de Star Wars wereld uitbreiden en hoe ze de Star Wars expanden op deze manier vind ik zo fucking cool gedaan. En het is eigenlijk nog steeds een sci-fi western. En dat is een van mijn favoriete genres. Kijk maar naar bijvoorbeeld Firefly, is ook eigenlijk een sci-fi western. En het bereikte echt een hoogtepunt met de aflevering The Jedi. Daar werd ik echt een beetje, daar ging mijn Star Wars liefde bloeide op. Ja, ik snap dat. En ik wil er ook nog even bij invullen dat het is absoluut een space western. Maar die aflevering, even los van het feit dat het natuurlijk gewoon dingen aanhaalt, ook van de animated series. Ja, die stijl waarin het geschoten is. Is gewoon zo Kurosawa, is zo ontzettend tribute aan oude Japanse samurai films. Ik vond het zo vet. Zo vet. Ja, ik hou van deze serie. En ik ben ook weer opnieuw begonnen met de Clone Wars, want daar ben ik ooit mee begonnen. Heb ik eerst 2 seizoenen gezien of zo. Maar om echt de volledige context van deze serie te begrijpen, moet je echt de Clone Wars hebben gezien. Helemaal om te begrijpen over welke characters het hebben en welke characters erin zitten. En het is echt, het verdiept, het redt wat mij naar die afschuwelijke The Rise of the Poopwalker. Waar ik echt nog steeds boos van word als ik er ook maar een seconde aan denk. Heeft het voor mij betreft echt de Star Wars fandom weer gered. Zoals ik met Last Jedi. Ja. Ik moest drie keer nadenken. Ik heb toevallig de boxset van de Skywalker Saga Blu-ray boxset heb ik aangeschaft. Echt? Why? Ja, maar ik heb heel lang met mijn vinger boven de bestelknop gehangen. Omdat ik aan de ene kant vond dat ik als Star Wars fan echt met een tatoeage, alles erop en eraan en starships in mijn huis en whatever. Ik kon het niet maken om dat niet te hebben. Maar ik bleef wel de hele tijd zo van, ja, maar dat zijn gewoon 3 films. Die ga ik nooit nog een keer kijken. Ja, ja, gewoon een anyway. Plus. Ja, I know. Maar dit is zo'n dingetje. Als je ergens gek op bent, dan wil je een physical copy, right? Heb ik ook wel. Dat is bij games. Ik zou hier dus... Ja, ik zou eigenlijk dan alleen The Last Jedi kopen. Gewoon uit een soort van... Fuck you. Ik heb de films online gevonden. Op niet Disney Plus. En The Last Jedi is... Ik heb letterlijk gewoon... De Ewok films erop staan. Ik heb de Holiday Special erop staan. Alles behalve The Last Jedi. Anyway. Hey, er is ook een animatiesversie van de klopt, van Lego. Special, ja, niet? Lego. Ja, Lego. Het is best wel cute. Best wel cute. No, oké, without much further ado ga ik even naar mijn nummer 1. En dat is... het is een soort van racial drama. Het is een horror. Het is een soort van avonturen. Indiana Jones-achtige serie bijna. En dat allemaal samengestopt tot een hele bijzondere HBO-creatie genaamd Lovecraft Country. Ah, is die dope? Ja man, ik vind het echt super vet. Die staat op mijn lesje. Ik loop het aan iedereen aan te raden. Nou ben ik een beetje gechoqueerd dat Michel opeens zei dat hij het een beetje young adult vond. Wat ik echt niet snap, maar hij had naast een operatie gekeken en hij was waarschijnlijk gedrugged dat hij dat dacht. Maar elke aflevering van deze serie gebeurt er weer iets bad shit crazy, weer nieuwe crazy shit. Van monsters tot en met magie, tot en met body horror. Dit is echt nog een serie die ik nog nooit eerder heb gezien, niets wat erop lijkt. Het is natuurlijk weer HBO, dus hoge productiewaarde, fantastische acteur, waaronder, hoe heet ze, Wunmi Mosaku, die ik al eerder noemde in His House.
Maar ook Jonathan Majors. En die gaat dus waarschijnlijk de big bad worden van de fase 4 van Marvel Cinematic Universe. Er gaan geruchten dat hij Kang wordt. Kang the Destroyer. Ja, wat een soort van time-traveling, time-fuckery dude is. En hij is een fucking goede acteur. I love him. Zit J.J. Abrams er ook niet achter? Ja, klopt. Dat vind ik niet echt een heel groot voordeel. Want ik ben niet enorm J.J. Abrams fan. Maar het is een fucking goede serie. En ook nog eens Junie Smollett. Die speelt trouwens Black Canary in Birds of Prey. Deze serie is echt... Elke aflevering weet me weer te verbazen op een andere manier. Elke aflevering smijt weer dingen in je gezicht dat je denkt van... What the fuck is going on? En ook wel echt emotionele dingen. Ook wel echt dingen waar je over na gaat denken. En er is ook een... Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als His House wat dat betreft. Want dit is ook mensen die constant bedreigd worden. Ook buiten de horror shit om. Want het speelt zich in de jaren 50 af. En dit zijn donkere mensen... En ze wonen in de meest racistische omgeving op de wereld, ergens in de States. Ik weet niet precies welke staat, maar ze worden dus ook niet alleen door crazy magische horror shit belaagd, maar ook door racisten. En die zijn dan ook nog een soort van mages. En het gaat zo ver. Het heeft niet heel veel met Lovecraft te maken. Ik weet ook niet precies waarom het Lovecraft Country heet. Misschien is het gewoon een smaakmaker en een titeltrekker. Ja, het is ook een beetje een genrenaam geworden ondertussen. Ja, precies. Maar het is niet die horror die Lovecraft is. Het gaat eigenlijk een beetje verder dan dat. Nou ja, nee, eigenlijk gaat er niks verder dan Lovecraft horror. Want dat is met aliens en dat is met magie. En dat is ook alles wat je kan bedenken bovennatuurlijke. Maar en ook vooral de limieten van je mind. En dat is niet echt waar deze serie over gaat. Maar desondanks is dit echt... ik stond echt elke aflevering weer te kijken hiervan. Ik kon amper beseffen wat ik allemaal zag. Dus... wat mij betreft een super harde aanrader. En ook qua CGI en zo. Het is allemaal zo goed gedaan. Want het is HBO. En die doet altijd zijn best. En die gooit er altijd fucking veel geld tegenaan. En die gaat altijd volledig voor elke serie die ze maken. Ja. Totdat de makers zelf er geen zin meer hebben. Kijk maar naar Game of Thrones. Maar tot die tijd heb je altijd goede shit te pakken bij hun... wat mij betreft. En nu hebben ze een soort van experimentele horror genre aangetapt. Waar ik echt denk van, dit is echt ook onvergelijkbaar met iets wat ik eerder heb gezien. Elke keer komt er weer een nieuwe laag bovenop. Van freakiness of van bizarheid of van magie. En I love it. Ik hoop... Ik heb nog weinig mensen over kunnen overtuigen. Ook omdat het HBO is en niet iedereen heeft dat. En ze zijn moeilijk om te krijgen. En daar moet je ziek over hebben. Dus ja... Beetje lastig om mensen zover te krijgen. Maar ik hoop dat ik bij deze mensen zover krijg. En ik hoor graag jullie mening erover. Want misschien ben ik hier... Weet je, misschien is dit mijn hipste mening. En delen jullie die niet. Net zoals Michel. Maar ik heb Michel wel even gezegd van... Ja, ga nog even kijken als je niet onder de pillen zit. Want... Ik vind het ook mooi dat we gewoon ook... gewoon complete tv- en seriediensten aan het pluggen zijn. Ja, nee, maar neem even Disney+. Neem even Apple TV+. Neem even Ziggo. Neem even, ja, maar het is wel erg enorm verdeeld allemaal. En het ding is wel, wat ik nu ik op terugkijk... Vind ik wel jammer dat ik niks van Amazon Prime heb. Want daar ben ik best wel fan van de laatste tijd. Maar dat zijn vooral oude dingen die ik daarop heb gekeken. Dus ik heb Parks and Rec weer gekeken, Seinfeld, The Office. En het zijn natuurlijk allemaal die dingen die in 2020 zijn uitgekomen. Maar ja, Lovecraft Country, love it. Oké. Okay. Love it. Cool. Ja, en nu jij nog, want je hebt zowaar ook een lijstje. Ik wil sowieso nog even een shout-out doen naar Watchmen. Die komt uit 2009. Ja, ook HBO. Ook HBO. Ja. Echt ontzettend hard van genoten. Ja, man. Dus die had ik pas dit jaar eigenlijk pas gekeken. Komt het einde van 2019 uit. Maar nog even shout-outje. Mm-hmm. Daarna, ik denk willekeurig volgorde. Het is niet echt een beste. Maar ik wil even The Last Dance. De documentaire serie op Netflix over Michael Jordan. Oh, ja, fantastisch. Heb ik van genoten. Een sportdocumentaire serie. Insane vet gemaakt. Ja. Je krijgt echt een mooie inkijk in de kleedkamer van hoe het naartoe ging met die laatste seizoenen van Michael Jordan. Wat er allemaal speelde. Gekke intriges. Hoe dat gaat met teambazen. Hoe die
die hoe heet je ook weer, Rodman, af en toe er gewoon midden na training of doorging naar Las Vegas. Naar de casino, ja. En, niet meer kwam opdagen of helemaal beschonken was. Insane vet om te zien, maar ook de dedication van zo'n Michael Jordan, hoe die met zijn sport bezig is, met alles eromheen. Ja. Daar niet is om vrienden te maken, maar alles op alles zet om eerste te worden met zijn basketbalteam. Ja. Vond ik echt fantastisch. En heel erg jeugdsentiment ook, want ik groeide op tijdens de hoogtijdagen van Jordan bij de Bulls. De games tegen Celtics en Lakers, dat waren altijd de Utah Jazz later, waren altijd de bevlogen wedstrijden. Ik ben daardoor ook gaan basketballen en om dat allemaal weer terug te zien, met achtergrondinformatie, ja, ik vond het echt heel tof. En nogmaals, weer zoiets dat zelfs heel tof is om te kijken als je niks per definitie met basketbal hebt. Maakt het wel leuker dan. Ik liep in de 90's ook altijd met een Chicago Bulls petje rond te werken. Oh, hell ja. Hell ja, Bulls for life. Ja, exact. Wel een beetje, nou ja, Jordan hielp wel hoor. Dat waren de hoogtijdagen van de Chicago Bulls. Ja. Daarna heb ik het laatste seizoen van Ozark erin staan. Oh ja. Ik vind die serie echt fantastisch. Het begon een paar jaar geleden en toen zag ik Jason Bateman heeft die geregisseerd. Mm-hmm. Hij speelt er ook in. En dan je kent hem eigenlijk van die romantische comedies met Jennifer Aniston. Hoeft niet slecht te zijn, maar het is allemaal. Hij heeft daar gewoon een vast rolletje. Ja. En bij de eerste seizoen van Ozark toen. Zie je ook meteen van, hey, hij is ook al echt een goed regisseur. Mm-hmm. Hij kan echt een sfeertje neerzetten en hij regisseert zichzelf ook. Maar je ziet ook echt verschillen in de afleveringen die hij heeft geregisseerd en die iemand anders heeft geregisseerd. Vet. De afleveringen hem vind ik ook echt beter gewoon. Sowieso de hele setting van die serie vind ik tof, maar ook die familie die je volgt, je leeft er helemaal in mee. En die laatste seizoen vind ik ook echt fantastisch. En daarna ga ik meteen door naar die Outsider, wat jij ook al zei. Hij speelt er ook in, hij heeft ook afleveringen geregisseerd. En als je die serie nog niet hebt gezien, dat is er eentje om op je lijstje te zetten. Die Outsider van HBO. Mm-hmm. Fantastisch. Ja. Ik duik er bovenop. We hebben een hoop te kijken, jongens. Ja. En de kijkers en luisteraars ook. Denk ik zomaar. Dit is zo, ik vind het ook zo heerlijk dat het niet zo'n ongelooflijk typisch lijstje is. Wat we vaak aan het einde van het jaar doen. Dat je zegt van ja, natuurlijk is Avengers Endgame. Which is nice, which is fine. Weet je, voor de 21 en 22 worden belachelijke jaren. Met al die films en dingen die zijn uitgesteld. In alles van Marvel, The Batman, Dune. Maar zeg maar even, wat is als je in 2021 één film mag kijken en één serie mag kijken. Welke gaan het zijn? Mandalorian seizoen 6. Ik ben gek genoeg, ondanks het feit dat ik wel heel erg natuurlijk van Marvel hou. En ik keek uit naar die Eternals, die aan het einde van dit jaar nog uit had moeten komen. Ik zit niet te wachten op Black Widow, maar dat is zijde. Wil ik gewoon wel zien wat Pattinson doet met Batman. Ik ben daar gewoon ontzettend nieuwsgierig naar. Ik vond die auto vet, ik vond zijn kostuum vet, ik vond de setting tof. Die was fantastisch. Ja, ik hoop dat het iets nieuws brengt. Maar gaat hij 2021 redden, denk je? Ja, hij staat nu op het einde van het jaar. Hè? En Patterson had zelfs een keer COVID en dat was allemaal een drama. Ja. Maar goed, ik denk wel dat hij misschien eind, maar dat hij 21 nog wel haalt. Misschien, ja, ik weet niet, aan de andere kant, het studio's zijn wel heel voorzichtig nu. En als die weer midden in allemaal andere, een sloot van andere blockbusters uit moet komen, dan gaan ze misschien wel weer denken van, nou, misschien toch maar even wachten. Ja, de nieuwe James Bond is daar een goed voorbeeld van. En wat ik ook zo lastig vind, is dat het niet eens het niet kunnen opnemen op dit moment een probleem is. Maar exact wat jij zei, van ja, als ik hem dan uitbreng, hoeveel ruimte heb ik dan tussen al die andere films die over de anderhalf jaar uit hadden moeten komen. En dan in één keer gewoon de bioscoop in worden geflikkerd. Want niet alleen heb je... denk ik dat we volgend jaar met z'n allen weer naar de bioscoop kunnen. Maar je kan je geld ook maar één keer uitgeven. Dus ik vraag me ook af hoeveel films er nog uit gaan komen direct op streaming. Zoals bijvoorbeeld Mulan op Disney+. Die heeft geen bioscoop gezien. En dat is best wel frappant.
Hey, maar nog even om even een toortje te branden voor de bioscopen. Je kan er al heen. Het kan gewoon. En ik bedoel, het is misschien niet. Je voelt me misschien niet helemaal lekker bij, maar er wordt echt wel goed gesocial distance. De meeste bioscopen, vooral van Pathé's en dergelijke, zijn echt wel goed geventileerd. Mm-hmm. Je staat niet of amper in de rij, want er worden gewoon niet zoveel kaartjes verkocht. Omdat je echt twee stoelen voor, achter en opzij van je ruimte moet hebben tussen jou en de andere bezoekers. Ja. Ik voel me niet snel op mijn gemak bij plekken waar veel mensen zijn. Ik was bijvoorbeeld een keer naar de dierentuin geweest en waren allemaal mensen. Ik voelde me daar gewoon kut, ook omdat ze geen maskers dragen. Maar in de bioscoop heb ik me eigenlijk nooit onveilig gevoeld of zeg maar ongemakkelijk omdat er te veel mensen waren. Dus I don't know. Wonder Woman komt nog dit jaar. Wonder Woman 1984 komt 16 december nog, komt hij gewoon in de bioscoop. Ook naar HBO Max trouwens, maar ik zou niet eens weten hoe je dat moet regelen in Nederland. Dus er is nog de optie om naar de bioscoop te gaan. Ik kan moeilijk zeggen van, ga allemaal naar de bioscoop, don't worry about it. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, het mag niet voor niks. En het is redelijk een soort van safe. Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. En ik vind dat een mooie afsluiter. En een van de dingen waarmee ik wil afsluiten is dat, dat juist omdat het aanbod van hele grote films zo klein is, duik even op Google om te zien wat er bijvoorbeeld in de best gerated movies van Rotten Tomatoes staat of IMDb. Want daar kom je heel veel films tegen, films en series tegen die wij ook al voorbij hebben laten komen. En meer, en dit geldt dus ook voor ons. Waarvan we nooit hadden gedacht dat we het misschien zouden kijken. En waar je toch wel heel gelukkig van wordt. Ja. Steun de filmindustrie is wel een beetje. Ja, man. Die heeft ook echt fucking moeilijk nu, hoor. Damn. Ja. Ja. Ik bedoel, het zijn niet allemaal Harvey Weinsteins die assholes zijn met veel geld. Nee. Het zijn ook allemaal onafhankelijke filmmakers die echt een dik in de trouble zitten. En weet ik veel wat allemaal. Zeer zeker. Goed. Nou, mag ik jullie bedanken voor het aanrollen bij deze Power Praat van deze week. Ja, het heel zeer zeker. Het mocht even duren, ik vond het heerlijk. We hebben al een tijd niet meer over films gebabbeld. En dit waren de beste drie films en de beste drie serie van het afgelopen jaar. Heb je nou ook een mening? Ongetwijfeld. Drop je hier gewoon onder in de comments wat jouw top 3 is van films en top 3 is van series van het afgelopen jaar. En kunnen we gewoon meer lijstjes aanvullen. Want meer lijstjes is beter. En vond je dit nou een fijne video of vond je dit nou een fijne podcast? Geef ons ergens een duimpje omhoog of abonneer op een kanaal. Doe iets zodat je niks mist van onze Powerpraat video's, podcast en dat soort dingen. Ja. Doei. Groetjes. Doei. Doei.